Goedemorgen, ontbijtje met dit superprachtige uitzicht. Wauw. Ik heb een fruitsla gemaakt. We hebben eitjes, spek, dat is water. En zo heeft Yakult, dat komt eigenlijk van hier, is super goedkoop. Ik denk, voor zo'n fles betaal je nog geen euro. Echt zot. We hebben net heel de voormiddag lekker gezwommen en iets gegeten. Maar ik heb hier een rood dingetje, ik heb er eens te prullen. En we gaan nu naar een grote supermarkt. We hebben gisteren inkopen gedaan bij zo'n klein nachtwinkelachtig dingetje. Maar we gaan nu even serieus groentjes en fruit en zo kopen voor 's morgens en eventueel voor 's middags om een omeletje te maken. 'S Avonds kunnen we eigenlijk gewoon altijd uit eten gaan, dat is nu echt geen probleem. Maar zo van die kleine dingen waarvan je denkt, daar heb ik wel zin in, dat zou wel handig zijn. Dus dat is wat we nu gaan doen. We gaan naar Tesco. Dat hebben ze hier ook. Dat is kennelijk iets Engels, denk ik. En ja. Super grappig. We zaten net aan het zwembad en we kijken op en we zien opeens een grote stortbui. Die mist die je ziet, dat is eigenlijk een regen. En je ziet hem gewoon dichterbij komen. Ik denk dat jullie dat wel oké kunnen zien op de video. Ik ben eens benieuwd hoe snel dat het hier gaat zijn. Hey hey, het is al eigenlijk de volgende dag. Ik heb vandaag nog niet gevlogd. We zitten te lunchen, of we gaan lunchen bij La Bonne Cuisine. Aan het strand, zeg maar een soort haventje. Echt super grappig. Als je binnenkomt, denk je gewoon dat het een kunstgalerij is of zo. Maar achteraan is er dus wel echt een terrasje. En er zijn super lekker shakes. Zeg maar van die milkshake-achtige smoothie dingen. En ja, het ziet er echt zo uit. Het is niet echt een strand waar je aan zou gaan liggen, maar het is een soort havenachtig iets. We hebben al één gerechtje. Zoe heeft deep fried nog iets met rijst en kip. Oké, voor mij een pad thai met kip. En we hebben al één van de shakes, de bananenshake. Echt super lekker. En een strawberry shake. Yum. We hebben het lekker heel de middag buiten gezeten en daar gezeten en aan het zwembad, dat is daar achter en er komt daar weer mega regen aan, dus ik installeer me even op de bank omdat het hier ook wel lekker is met het windje van de windwaaiers en ik ben echt gewoon verzonken in mijn boek. Er had iemand mij deze boek aangeraden op Instagram, de Lion Game boeken, en ik ben nu echt al gewoon op boek 3. Er zijn er volgens mij 5 en ik vind het zo leuk. Ze zijn niet zo heel lang, ze zijn 207 pagina's. Maar ik stel dus aan boek 3 op dag 2. Dus dat gaat vlot. Hey hey, weer een nieuwe dag hier in Koh Samui. Vandaag wordt een iets meer eventvolle dag, dus ik ga ook weer iets meer vloggen. Ik heb de afgelopen dagen eigenlijk maar zo hier en daar een paar beeldjes geschoten, maar verder niet echt iets speciaals. We gaan vandaag een beetje rondrijden rond het eiland. Een paar stretches doen. We gaan naar een grote boerderij. Een monnik die eigenlijk al, hoe lang, meer dan 100 jaar? 20 jaar dood is. Maar die eigenlijk al echt zo nog helemaal zo oké is. En zijn huid is echt nog zo helemaal goed. En dat zou kennelijk zo het mirakel zijn. En dan als laatste gaan we nog naar de tuinen met boeddha's. Ja, de Secret Buddha Garden. Ja, Secret Buddha Garden. Dus dat wordt dat vandaag en misschien hier en daar nog een strandje. We gaan nog iets zoeken voor te eten. Wat te eten? Nee, ik alleen maar. En ja, ik neem jullie weer mee vandaag. Daar, die is... Die is een herfst, hè? Daar is een grote boeddha. En er zit maar zo'n heel paviljoen aan. En aan de andere kant daar is zeg maar zo'n mini dorpje met allemaal winkeltjes en zo. Echt super schattig. Gewoon onverwacht. Leuk. En ook hier is weer een dresscode. Ik mag jammer genoeg weer niet binnen. Ik mag geen spaghettibandjes, strapless. Jongens mogen geen lange broek of zwemshorts. Stemming nummer 2. En daar staat ze. Een boeddha met heel veel armen. Er is echt zo nog een hele paviljoen bij. En een meertje eromheen. Super top. Ja, daar is er nog een. Kijk hoe mooi.
Dit is echt ongelooflijk. Echt, dit gebouw is tot op elk mini detail helemaal afgewerkt. En hier onder mij, het hek, volgens mij zijn dit plekken waar je urnes kan zetten. Dat er wel doodsplaatjes op staan van geboren in het jaar bla bla en overleden in het jaar bla bla. Dus ik denk dat je daar een steentje of zo kan inzetten met dan de urnen erin of zo. Er zijn ook veel mensen die vaasjes en zo ervoor zetten. Maar echt, dit gebouw is echt ongelooflijk. Ik ga er niet in omdat ik grote schouders heb en ik wil niemand beledigen of zo. Kijk, die draakjes. Super mooi. En dan weer heel het gebouw is weer ook helemaal gedaan met van die steentjes. Kijk, net zoals in Bangkok. Allemaal steentjes. En zeg maar hierachter staat hij dan. Dus ja, we gaan nu even naar die kijken en dan eens kijken wat er hier nog te zien is. Kijk, een aap! Goedemorgen, het is vrijdagochtend, middag bijna en we gaan vandaag dus naar die monnik. Die hebben we gistermiddag niet echt meer gevonden, we hadden niet echt veel zin meer. Dus we zijn gewoon lekker hier komen chillen aan het zwembad en zo. Ik bedoel, we zitten hier toch gewoon in ons eigen paradijsje. Dus dat gaan we vandaag doen. Daarna gaan we lunchen en misschien wat takeaway meenemen van hetzelfde ding voor vanavond, dat we niet altijd heen en weer moeten rijden. En het is eigenlijk een vrij... zeg je dat? Niet zo heel veel mist, want je kan eigenlijk echt gewoon het eiland daar goed zien. Je kan goed de bomen zien en zo. En dat was de andere dagen niet zo. En ik heb iets leuks gemerkt op mijn YouTube-kanaal. Ik heb namelijk de 20.000 abonnees gehaald. Yay! Ah, ik ben trouwens vandaag eens voorbereid. Ik heb een doek bij om mijn benen te bedekken. En ik heb iets met mijn schouders bedekt. Zo'n los topje, dat dus, vind ik wel fijn zitten. Dus ik ben voorbereid. We found him. Check dit. Dit is wel een klein beetje creepy. Ze hebben hem een zonnebril opgezet omdat zijn ogen een beetje eng zijn. Kijk, zijn hoofd. Kijk. Wow, heeft hij zo'n haar op zijn hoofd? Ja, waarschijnlijk toch wel. Samen met zijn nagels. Een altaar hebben ze voor hem gebouwd. Kijk. Kan je dus ook dingen offeren en zo. Het is in een restaurantje echt gewoon een gat in de muur, noem ik het. En we zijn helemaal verzorgd. Ze heeft een windwaaier van ons gezet. En iets van de muur gezet. We hebben nu ook een spelletje gekregen om ons te entertainen. Echt zo lief. Het is zo grappig. Je ligt zo hoeken gewoon op de zijkant. Lief niet. Er staat op een papiertje geschreven. Kijk, en wie kan ze spotten? Er staan twee kaartenhuisjes. Grappig. En zo random speelgoed en zo. Echt zo grappig. En ze heeft meteen de romantische muziek aangedraaid. Zo, wij gaan nu een potje vier op een rij spelen. We hebben ons eten gekregen. Ik heb soepzuur met kip en rijst. En kijk. Ze hebben de rest in de vorm van een beer. Dat is zo leuk. Je hebt nu al een been. Ja, ik heb een been. Echt zo leuk.